een gelijkspel tegen RKC. Met wat voor gevoel sta je dan hier? Met een dubbel gevoel. Ik denk als je ziet hoe wij de goal tegenkrijgen, is het natuurlijk best wel zuur. Ik weet niet wat er gebeurde, want ik kijk eigenlijk gezegd al de andere kant op. Maar ja, doodzonde eigenlijk. En ik weet ook niet echt wat er met de penalty gebeurde. Dus ik vond ons sterker, denk ik. Nou, dat wilde ik eigenlijk aan jou vragen. Wat gebeurde bij die tegengoal? Heb je er iets van je teamgenoten dan afloop over gehoord? Ja, ik hoorde Charles erover dat hij hem wegkopte en toen weer tegen iemand aan en toen in de goal. Ja, dat is ook voetbal, maar wel extra zuur voor ons. Ja, want tot in dat even knippen met je ogen en ineens zat die bal erin. Ja, laten we beginnen bij het begin van de wedstrijd. Jullie kregen in de eerste helft met Briem en met Verschuren twee goede kansen. Hadden jullie daar ook het verschil moeten maken? Ja, dat was wel naar, want ik en Bart die renden al naar Nick toe, want die gaf natuurlijk een goede bal. En ineens hoorden we, ja, geen gejuich, maar hoei, weet je. Ja, en toen zat hij niet in, dus toen moesten we weer schakelen. En ja, dat was wel echt zonde. Want volgens mij was hij op de paal dan, moest wel. Ja, hij ging op de paal en daarna werd hij van de lijn gehaald door Meijers. Ja, dat is wel echt zuur. Dus ja, die had er eigenlijk ingemoet en dan sta je 1-0 voor binnen no time. Dat gebeurt dan natuurlijk helaas niet. Na de rust komen jullie heel snel op achterstand. Dan ga je jagen op die gelijkmaker. Dan worden jullie natuurlijk geholpen door een rode kaart. Wat verandert er dan tactisch in het veld na die rode kaart? Ja, dan ga je nog sneller spelen. Zijkanten zoeken, kokkie zoeken vooral. En dan hoop je dat hij goed valt. En ja, dat was niet echt het geval. En waar kwam het door dat hij niet goed viel? Ja, ik denk dat hun het wel heel erg compact hielden. En dat wij het best wel moeilijk hadden met het verplaatsen van het spel. En ja, hij viel ook niet goed. Dus ja, dan wordt het moeilijk. Is dat moeilijk om daar een oplossing voor te vinden in het veld, om het spel makkelijker te verplaatsen? Ja, met een rode kaart dan weet je dat ze gaan ingraven. Dus dat, ja, daar hebben wij niet heel vaak tegen aangelopen. Dus daar moeten wij zeker in gaan trainen. Jullie kregen natuurlijk wel een strafschop nog, dankzij de VAR. Had jij op het moment dat die overtraining gemaakt werd al direct het idee van dit gaat de penalty voor ons worden? Eigenlijk niet. Ik wist niet eens wat er was gebeurd eigenlijk. Dus de scheids, volgens mij, in eerste instantie liet hij ook gewoon weer het spel doorgaan. En toen daarna ging hij alsnog kijken, ja, dan valt het wel onze kant op. Ja, nou, die wordt dan natuurlijk benut. In die slotfase gaan jullie natuurlijk inderdaad nog wel op jacht naar die goal. Maar ontbreekt het ook een beetje aan geluk daarin? Ja, eigenlijk wel. Dan moet je gewoon geluk hebben en moet je het eigenlijk zelf ook afdwingen natuurlijk. En ja, hij viel niet, dus dat is zonde. En dan neem je een punt mee naar Rotterdam. Jij maakte vandaag, of je speelde vandaag voor het eerst in de basis dit seizoen. Ja, hoe ging het met je? Ja, dat was alweer 7 maanden geleden dat ik 90 minuten heb gemaakt in een competitiewedstrijd. Dus ja, dat was wel echt een lekker gevoel. Eindelijk die adrenaline weer door je heen. Ja, heel blij mee eigenlijk. Want wanneer hoorde je dat je ging spelen? Gisteren eigenlijk. Gisteren hoorde ik het. En ja, dan ben je natuurlijk super blij en dan ga je voorbereiden. Wist je wel dat je fysiek goed genoeg was om gelijk 90 minuten te spelen? Ja, dat wel. Ik heb nog niet een oefenwedstrijd gespeeld of iets. Maar ik probeerde zo fit mogelijk te blijven en dat is wel gelukt. Nu na afloop geen klachten? Een beetje stijfjes. Maar dat mag. En we hebben een week om te herstellen. Precies, een week om te herstellen. En dan komt Zwolle op bezoek. Succes dan weer. Dankjewel.